deze bevat geen soja. Dus ik word eigenlijk steeds beter in. Dus ik moet een smoes bedenken. Fart tent. Het is wel heel fluffy. Deze poeder gebruik ik al. Dat is heel goed gelukt. Wat kost het normaal? 200. More Extreme Silver. Ook heel erg chill. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. Ik heb gisteren niks gevlogd, want ik was mijn camera vergeten. Maar ik had echt een super goede werkdag. Alleen nu moet ik even snel naar beneden, want ik ga koffie drinken met z'n allen. Dus ik spreek jullie straks als we wakker worden. Wow, de dag zit erop. Ik heb op dinsdag een onderwijsassistent, dat is heel erg leuk. Ze heeft ook dus met de kinderen naar gym gegaan, dat was echt heel erg chill. En net een leuke, aan het einde een leuk spel met de kids gedaan. En we hadden vandaag een jarige en ik heb lekker deze posters gemaakt waar ik heel blij mee ben. Want ik vind ze echt heel erg mooi. Top. Deze had ik dus al en die zien er wel iets ouder uit. Maar die ga ik niet opnieuw doen, want die is echt wel goed. Ik weet niet, ik vind het echt heel mooi geworden. Daar kan ik echt blij mee van worden. Straks schrijven nakijken. Maar eerst pauze houden. En dan, we hebben geen informatieavond wegens corona, dus we gaan een brochure maken vanmiddag. Dan nakijken en dan naar huis. Nou, we zijn ongeveer 2 uur bezig geweest met de brochure en we zijn nog niet eens op de helft. Want er is dus nog geen brochure voor groep 5 of een infobrief. Dus we moeten alles nog vanaf een PowerPoint helemaal gaan typen en het moet wel goed zijn. Nu lekker naar huis. En ik heb deze regenponcho die ik laatst bij Quantum had gekocht voor de zekerheid omgedaan. Het is super koud, dus ik hoop alleen dat het me een beetje warm houdt en als het gaat regenen. Maar het was wel een hele nuttige dag. Wow. Nou, dat is even de status. Op dit moment trouwens al heel lang ben ik gewoon ook dagelijks echt wel uren bezig met het ding van H, zeg maar. Er speelt gewoon heel veel. Het is echt zo heftig allemaal. Maar nogmaals, ik kan er helemaal niets over zeggen. Maar af en toe benoem ik het nog even dat jullie ook weten dat ik daarom... dat veel avonden gaan daarin zitten en zo. Veel energie ook. Maar het gaat verder heel goed met me, hoor. Maar ik ben me niet zo moe. Ook al zie ik er nu zo uit. Ik heb lekker beachsalade. Ik zet het net op Instagram. Ik zit in een handdoek. Het is zo koud. Mijn verwarming is stuk. Ik wil over 2 weken kom ik voor het eerst een afspraak maken. Heel koud ineens. Op de fiets was het ook koud. Maar 3 voorgekookte bietjes. Mosterd met pitjes en normale mosterd. Zaadjes. Olijfolie, crème, balsamico, zout en honing. En het is echt super lekker. Ik probeer wel eeuwen vis-à-vis te kijken. Ik kom er niet aan toe. Wordt gewoon steeds afgeleid en moet ook editen en zo. Ik had heel veel zin in salades. Lekker verse ijsbergslaan met een tomaatje, balsamico, olijfolie en zout. Heerlijk, ik weet niet, zoveel zin in. Wat we ook met uit eten en ik vind het gewoon zo lekker knapperig. En ik probeer de handdeur te kijken. Voor het eerst sinds heel lang, maar ik kan me niet concentreren, joh. Oké, wij zijn weer bezig met, ik heb mijn vest aan, ik heb het koud, met de brochure. En dan zo op het digibord, dan kan mijn collega meelezen. We hebben nu dit, maar we doen het wel echt heel goed en duidelijk. We zijn nog wel even bezig, hoor. Gelukkig vind ik schrijven op zich wel leuk. En als we het durven heel goed doen, dan hebben we het tenminste ook voor de andere jaren. Zo, Ben heeft het gestuurd. Oh, top. Ik ben heel even aan het filmen. Je mag filmen. Mijn camera. Oh. Maar wat ben je aan het filmen dan? Ja, even een sfeerbeeld dat wij aan de brief bezig zijn. Ik mag jouw stem er wel in. Dan kom je op YouTube. Geen filmpjes bij, hè? Nee. Op dit moment gebruiken we Blink. Vanaf september. Oh, dat is dit moment. Na de herfstvakantie. Oh, dat is al bijna. Na de herfstvakantie doen we een project met Da Vinci. Na de kerst. Ja. Welke vak hebben we nog niet? Muziek? Ik heb een huiswerk. Ja, nou ja, muziek. Wie gaat dat nu geven? Die mevrouw. Muziek heeft het worden gegeven door Gerda of zo? Agnes. Ja? Agnes heeft. Hoe weet u dit toch allemaal? Ja, het stond in de mail. Kijk. Oh, die heb ik al gezien vandaag. Ja. Ja. Muzieklessen. Goedemorgen. Het is mijn laatste werkdag van de week. Lekker. Ik ben een beetje gaar. Dat komt ook een beetje door de kou. En kort slapen en werken. Deze heb ik gisteren gekocht. Nu even geen tijd om te zeggen, maar als je me op Insta volgt, dan had ik even wat op Instagram gezegd over melkindustrie, waar ik heel erg van ben geschrokken. Maar het is ook zo dat ik heel slecht tegen vegetarische, veganistische dingen kan. Want ik kan niet tegen soja, niet tegen bonen, peulvruchten, erwten, dat soort dingen. Maar deze
heb een keer bij Lotte gegeten, vond ik heel lekker. Die wil ik nu eens proberen, want deze bevat geen soja en plantaardig eiwit, tarwe, aardappel, zonnebloemolie, tomatenpuree, mosterd, bla bla. Wel knoflook, klozenstroop, dus dat is allemaal niet top. Maar helemaal geen soja, bonen, erwten en zo. Dus ik heb ook wit brood, eet ik nu dus, om mijn darmen rust te geven. Volgens mij werkt het. Ik heb koffie met rijstmelk, wat helaas niet schuimt, maar wel lekker. En dan ga ik dit op mijn brood doen. Ik heb ook nog twee mandarijnen. Ik had ook nog deze gekocht, die chocopasta, want die heeft ook geen melk erin. Dat is dus een vegan chocopasta. En ik eet nu deze havermout dus met rijstmelk. En wat ik altijd jammer vind is soja, of aan Alpro's, dat er altijd best wel veel dingen aan toegevoegd zijn. Maar hier vind ik nog wel mee van de ingrediëntenlijst, hoeveel erin zit. Daarom, volgens mij is het altijd bijvoorbeeld eigen merk amandelmelk. Heeft meestal minder ingrediënten dan die van Alpro. Dacht ik hoor, maar van deze zag ik geen eigen merk en deze vond ik wel prima. Vanavond ga ik spring rolls maken. Ja, mayo en zo. Ja, als je erin gaat verdiepen. Dat koeien dus zwanger moeten worden gemaakt om melk te kunnen geven. En de manier waarop dat gaat en de kalfjes weg worden gehaald bij veel boerderijen. Nou, dat heeft me even aan het denken gezet. Ik ga niet helemaal vegan, zeker niet. Ga ik mezelf nog niet opleggen, maar ik denk er nu wel bewust over na. Dit is een van de blusjes die ik had gekocht bij Zara. Hij is dus echt super groot en er zitten ze ook zakken in. Dus hij is niet flatterend of zo, maar ik vind hem wel leuk. Ja, als ik het zo zie, ziet het er eigenlijk echt niet uit. Maar oké, toch vind ik hem leuk. En om in te werken is het leuk. Met mijn oude broek en deze is lekker, dat dit lekker opvalt. Pareloorbellen, moet ik nog opmaken. Ik vind alleen altijd leuker als de kraag. Ja, weet je, voor werk heb ik gewoon, als zo'n blouseje dan 20 euro kost. Ik draag het zo vaak op mijn werk en dan vind ik het wel gewoon waard. Maar het is niet wat ik echt heel leuk vind om verder te dragen, omdat het gewoon een beetje een zak is. Maar het is heerlijk om in te werken. En zo vind ik meestal een blouse leuker, maar ik ga helaas met de auto, want ik ben te laat en ik moet me ook nog opmaken. Dus, terwijl het best wel mooi weer aan het worden is. Hallo, dit was weer een lekker dagje. Ik vind het trouwens wel een hartstikke leuk blouseje, want ik vind het lekker vrolijk. Ik vind het heel lekker dat ik dus op donderdag, de week gaat vet snel. Ik vind vrijdag vrij zijn echt heerlijk. En ik vind het heerlijk dat mijn laatste uur van de dag gym is, want dan begint eigenlijk mijn dag al drie kwartier. Mijn weekend begint zeg maar drie kwartier eerder, waardoor ik al eerder kan beginnen aan alles. Dus ik heb mijn weekrooster gemaakt. Zodat ik ook er op vrijdag niet ben, motiveert me dat heel erg om de week erna heel goed voor te bereiden. Want ik wil dat mijn duo van de vrijdag bijvoorbeeld mijn bord voor maandag klaarzet. En dat zorgt er daardoor voor. Ja, dat moet ik nu af hebben, weet je wel. Dus dat ja, zorgt ervoor dat ik eigenlijk veel beter alles organiseer. Mijn rooster is echt gewoon echt heel netjes. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Kijk, het ziet er gewoon echt super goed uit. Ik heb ook een rooster gemaakt voor mijn onderwijsassistent. Wat zij kan doen. Het ziet er gewoon zo netjes en geordend uit. En vroeger was ik dus helemaal niet zo geordend. Dus ik word eigenlijk steeds beter erin. En daar ben ik heel erg blij mee. Dit is trouwens heel makkelijk te maken hoor, die tabellen. Gewoon de achtergrondkleur veranderen. Het ziet er leuk uit. Ja, dus dan volgende week ligt het al helemaal klaar. Dat motiveert je ook om je elke dag gewoon heel goed aan je programma te houden. Dat je geen zin hebt om je hele rooster weer te moeten veranderen. Dit was vandaag de dag. Ik heb nu een mbo van een leerling van vorig jaar. Daar zitten we aan het begin van het jaar dan ook nog bij. Dan ga ik het bord klaarmaken voor mijn collega morgen. En dan gaan we nog even door met de infoavondbrief. En ik heb al heel veel mailtjes beantwoord die ik open had staan en dan ben ik klaar. Dus lekker opdreven, top. En morgen hebben we trouwens een surprise party voor haar, voor zijn verjaardag. En om te steunen een beetje in deze moeilijke tijd. Daar ga ik denk ik niet filmen, maar dat wordt wel heel leuk. Nou, dat was goed, maar pittig, ja. Uiteindelijk weet ik natuurlijk meer van de leerling, omdat ik die leerling een jaar lang in de klas heb gehad. Dus ik heb veel gepraat, intensief. Wel altijd heel erg goed, dit soort dingen. Het is nu al bijna 4:30. Ik ga even mijn bord klaarmaken. En ga ik denk ik, en moet ik even collega helpen, dan ga ik thuis verder met die brief. Thuis. Ik ging dus nog even langs de buurtsupermarkt en dat ik voor 6 euro deze zak bevroren garnalen. Dat is niet zo duur. Ik heb hem nooit bevroren gehaald, maar het is wel chill. Dus ik ga lekker meteen spring rolls maken, want ik heb vet veel honger. En deze laat ik de laatste tijd gewoon los. En eigenlijk is hij volgens mij heel af en toe uit de kooi en chillt hij meestal in zijn kooi. Als ik thuis kom, zit hij er altijd in.
Hij is eigenlijk al bijna 2 weken. Nou, het komt gewoon lekker los de hele dag. Gaat super goed. Heerlijk zootje. Ik had dus zoveel trek dat ik de garnalen niet gebruikt heb. Dus die heb ik gewoon ingevroren weer. En de selderij niet heb gesneden. Maar dit, ook helemaal niet duur, heb je nodig. Met die vellen. Munt heb ik ook niet gedaan. Zakjes later, oké. Okay. Spitskool, wortel vind ik eigenlijk het allerlekkerst. Komkommer. En dan avocado erbij maakt het nog lekkerder. Maar dit is gewoon fantastisch en mega gezond. En met zo'n sausje, nou, het is gewoon... Ik geniet hier zo. Ik vind het echt heerlijk. En je kunt hier oneindig mee doorgaan. Kijk hoeveel... Ik krijg dus ineens een beetje buikpijn. En ik ben een beetje dom. Want wat is hoisinsaus? Suiker en sojabonen. En knoflook. Echt zo dom. Ik baal hier echt zo erg van. Dan ben ik zo lekker gezond op eten. En dan... Oh, heel dom. Waarom vind jij het altijd zo leuk als wij in de auto gaan? Hij is altijd blij. Het ziet er niet uit dat hij in de rij is. Maar hij vindt het altijd leuk. Zo cute. Hallo jongens. Jeetje, ik ben weer echt super. Ik ben een klein beetje natuurlijk moe van de werkweek, dus ik ben een beetje verstrooid. Ik ging bijvoorbeeld, ik moest 2 keer lopen, want ik moest Bolly meenemen. En toen ben ik de eerste keer bijvoorbeeld mijn tas vergeten met mijn huissleutels erin. Toen had ik dus heel veel mazzel. Dat ik ook dus een huissleutel nog hier had liggen. In mijn auto. Heel veel mazzel mee, want die hoort er helemaal niet te liggen. Dat soort dingen. Ik ben ook 25 minuten te laat. Ja, zie je, deze klopt helemaal niet. Dat dacht ik dus al. Oh, ik dacht dat hij me niet goed stuurde. Dat is super erg op. Altijd op jezelf vertrouwen. Ik zou dus eerst naar Hanos gaan met een vriend van haar. Om al het eten en zo te halen. Maar dat is zeker 20 minuten rijden. Dus ik ben niet te ver. Dus ga gewoon naar de Appie. We zouden eerst barbecue doen, maar het is slecht weer. Dus we hebben nu een soort van hapjespan met kipdingen erin. Die gaat een vriend ophalen. En ik heb pizza's vastbesteld. Die worden 6:30 bezorgd. Rond 6 zijn we bij 2 vrienden van haar. Maar het was allemaal heel lastig, want we zouden gaan eten bij 2 vrienden. En dan zou daar een surprise party zijn, zonder dat hij het weet. Maar uiteindelijk gaan we dus nu eten bij 2 andere vrienden. Maar denkt hij alsnog dat we bij die ene vrienden gaan eten. Dus ik moet een smoes bedenken. Waardoor we naar die vrienden gaan waar we eventjes een nachtje op de camping mee waren de laatste keer. Dus dan ga ik zeggen dat mijn springzaal daar nog ligt. Wat ook zo is en dat ik die wil halen. Maar ik hoop dus dat die meewerkt. En ja, grote kans dat ik dan in mijn eentje naar binnen loop en hij niet meeloopt. Dus dan moet ik hem ook nog naar binnen zien te lokken. Dus het wordt echt best wel spannend. Het is mijn eerste surprise party ooit. En dan zijn dus daar zijn vrienden en zijn ouders en zijn zus met haar vriend en dochter. Heel leuk. En nu gaan we even drank halen. En nog wat brood en hapjes en zo. Bij de Appie Heijn. Oh, dan kan ik hier parkeren. Wow, dit is echt heel dichtbij. Wat chill, dat is het dus niet. Oh, ik rij altijd om. Nice. Oké, okay, we zetten hem gewoon hier. Nice. En die vriend komt hier ook naartoe. En ik heb er wel echt... Ik wou een klein beetje dat ik moe ben. Dan denk ik, jullie bent altijd moe. Valt mee de laatste tijd. Maar ik heb er wel echt heel erg veel zin in. En ik ga me straks nog een beetje klaarmaken en dat soort dingen. Oké, okay, top. Oké, okay, we hebben nu dit hier zo klaarstaan. Die. En hele leuke slingers. Ook van Nijntje. Hier wat dingetjes. En... partytent. Genoeg ruimte, ook daar nog. Dus helemaal top. Al die handen steeds in mijn vlog. Nu wil ik een hoge toon. Goedemorgen. Vet leuk. Hier kan je dus bagels en beans bestellen. En we hadden een Uber Eats code met 12 euro korting.
En ik heb hier echt nog nooit, het kan in Muiden allemaal niet. En we zijn best wel brak en we gaan de hele dag gewoon chillen. 3 broodjes. En dan was het nu 15 euro met die korting, heel chill. En ik ben zo benieuwd. Eerst ga ik even plek maken. Het ziet er super lekker uit, want als je daar natuurlijk in het echt gaat eten, is het allemaal best wel luxe en mooi. Dus ik ben zo benieuwd hoe het er hier uitziet. Het toastje ziet er sowieso echt wel chic uit. Lekkere tafel. Oh ja, tuurlijk, het is wel iets minder bijzonder, maar... Oh, het ruikt lekker. Oh, lekker. Dat noemen ze basilicum dressing, maar dat heet eigenlijk pesto. Oh, op het plaatje kreeg je wel echt 5 keer meer avocado en 15 keer dikkere kip. Dus dat vind ik wel jammer, maar jullie weten, ik ben kritisch. Dat is sowieso lekker. En hij heeft een tomatenbroodje. Oh, dat is wel heel lekker, hè? Ja. We hebben dus via Uber Eats besteld met een korting, waardoor je dus 12 euro korting kreeg. En dan, oh ja, dat heb ik verteld vanochtend, daar hadden we die broodjes mee gedaan. En dan met de andere code, op dan weer mijn account, hebben we dit besteld. Dit is de Chinees, waar hebben we echt heel veel zin in. En het kostte, met bezorg kostte 10,70 euro. Voor al deze mega bakken. Echt bizar. 12 euro korting. Vanaf 20 euro. En dit kostte dus toevallig 20,20 euro. Dus we hebben echt... Ik hou echt heel erg van dit soort gierige acties. Maar het is wel legaal. Dat vind ik heel leuk. En dit is alleen niet echt nasi. Ik dacht dat nasi gebakken rijst was eigenlijk. Wist je dat het wit was? Witte rijst. Oh ja, ik dacht altijd dat het bruin was. Nou, ik babi pangang met saus apart. We hebben weer bagels en beans. Met 12 euro korting. Ik ben heel benieuwd naar deze. Hij is rol, hij heeft veel roze de zalm. Kijk. Zie je dat? Wilde zalm. Dit is met avocado en vegan cream cheese. We hebben hier een bad gemaakt. Hij viel er net in. In de bank. Ja, daar is niks in. Oké, Bob en ik gaan weer naar huis. Met terwijl we pas om. Kwart over 6 thuis zijn en morgen gewoon moeten werken. Maakt niet uit. Hij heeft even wat dingen in huis gedaan, dus heb ik even wat boodschappen gehaald. Lekker barbecue. Geen rundvlees meer. Heel stom, ik heb het broodje carpaccio gegeten en totaal niet bij nagedacht. Maar ik wil dus echt gaan stoppen met rund. Kip en vis is ook zielig, ik ga me daar ook niet over uitlaten waarom, maar ik wil gewoon stoppen met rund. Want ik ga nogal kip en garnaal eten, of kip en vis. Op het moment eet ik eigenlijk alleen garnaal. Dus ik heb kip, garnaal en vegaburger voor de barbecue. We hebben nog spring rolls, best wel veel. En Bolly vindt het echt super leuk om in de auto te rijden. Heel schattig. Ik ga eens nu even aan het tanken hier en dan gaan we zo rijden. Schattige fluff. Hij rijdt achter mij. Het is ook helemaal geen barbecue meer, maar ik vind het altijd leuk. Hoi Fluffje. Wat is het grof, Bol? Je bent wel heel fluffy. Bolly vindt het altijd super leuk bij haar. Nou, hij is er eigenlijk pas 1 keer eerder geweest. Hij vindt het heel leuk. Hij had ook helemaal niet in de kooi. Als hij daar is. Even tussendoor gestopt. Ik ging haar appen met mijn stem, zeg maar. Stemmodus, dat je niet hoeft te typen. Ik zei, zullen we een dubbele espresso halen of een dubbele Bolly? Hij wou een dubbele espresso en ik heb een medium matcha latte. Met amandelmelk. En zonder suiker, heel chill. En dus mijn stempelkaart vol, dus volgende keer heb ik gratis drankje. Olé. En nu ga ik snel rijden. Doei lief, we gaan weer rijden. Ik had deze al heel lang staan voor haar. En toen ging het uit. Dus heb ik het nooit meer gegeven. Dat ik een keertje bij de Albert Heijn gekocht met korting of zo. Hij zegt dat je dit 10 jaar moet laten staan. 2019. Zonder om nu te drinken. Welke ga je dan nemen? Maar er zit ook gewoon een normale wei. Ik heb dus bij Douglas besteld, want er was 25% korting op Benefit, wat er nooit is. Dus ik heb mijn favoriete brow pencil besteld. Deze. De Goofproof Brow Prep Pencil in kleur 2,5. En
Ik kreeg dus heel veel leuke minis en zo erbij. Ik kreeg dit. Wow. Lekker? Kennen jullie nog niet? Dat was volgens mij een keer toen ik online bij de Appie bestelde, kon je die ging eruit en het was 35% korting. Oh my god, kijk dit. Dat heb ik gratis gekregen. Dat vindt hij leuk. En er zitten ook dingen in. Ik heb dus de Goofproof Brow Pencil Mini. Krijg je gratis erbij. Alleen dan is het wel net een te donkere kleur. Maar ik denk dat ik hem ook nog wel kan gebruiken. En de Bad Girl Bang Bigger Better Volumizing Mascara. Dat vind ik echt super leuk. Dat wist ik ook dat ik dat allemaal kreeg. Koud hè? Mijn verwarming is stuk. Nou, nog twee. Want ik heb er dus vier besteld. En dan heb ik de... Deze poeder gebruik ik al... Ik denk meer dan een jaar. Dat is de poeder die ervoor zorgt dat ik dus soms bruin lijk als ik niet bruin ben. De Bobbi Brown Golden Light. En hij is bijna op. En ik dacht omdat hij nu ook 25% heeft gekocht, vast de nieuwe. Die is echt fantastisch. En de Bobbi Brown Lip Gloss. Ik wist niet meer wat mijn favoriete kleur nou was. Ik heb Petal genomen, maar volgens mij was het Buff, bedenk ik me nu. Maar ze zijn allebei mooi. En dan krijg ik dus deze mini erbij. Niet eens echt een mini. Dit is een Mario... Badescu Skincare Facial Spray. En, wat leuke merk, Sand and Sky. Australian Pink Clay Treatment. En, de Gimme Brow Brow Volumizing Fiber Gel. Allemaal gratis, hè? En de Bobbi Brown Oogschaduw. Dat vond ik echt wel heel leuk. Dat ga ik gewoon een keer cadeau geven. Origins Ginseng Gel Moisturizer. Bizar, hè? Heel veel. Oh, en dit. Embryolisse crème. Nou, maar ik was wel heel veel geld kwijt ook. Ik was 139,75 kwijt. Maar ik heb nu wel brow pencils voor een jaar. En poeder voor 2 jaar. En ja, dus. Nou, dat was het. Dat vond ik wel leuk om weer een keer in mijn vlog te hebben. Ik zal jullie even de lipgloss laten zien. Deze kreeg ik. Ja, dit is wel volgens mij de verkeerde kleur, maar ze zijn allebei mooi. Het is een beetje dom, maar die vind ik ook mooi. Die bleef heel goed zitten. Die heb ik ooit een keertje een soort van gepromoot in mijn vlog. Toen kreeg ik hem gratis. En nu wil ik hem weer een keer kopen. Ik heb hem echt gemist. Nee, volgens mij heb ik bewust deze kleur gekozen. Omdat deze iets meer kleur heeft dan die ander. Het chill is dat hij een beetje mint is. En hij blijft echt op je lippen zitten. Dus je eet hem er niet in één keer af. Hij blijft echt binnen. Je kunt hem echt in je lijntje, zeg maar. Nou, je kunt hem echt waar je hem smeert, komt hij ook, zeg maar echt. Maar hij geeft je geen plakkerig gevoel, dus ik vind hem echt geweldig. Als je dan mooi opmaakt, dat heb ik nu dus niet. Is hij gewoon fantastisch. Ik ben heel blij dat ik hem weer heb. Het is gewoon even duur en dan ben je wel heel blij. Ik zal ook even de poeder laten zien. Deze. En het is echt heerlijk barbecue weer. Ik heb weer spring rolls gemaakt. Gewoon weer hetzelfde. Taugé, spitskools, ijsbergsla, komkommer, avocado en julienne reepjes. Hoisin saus, chili saus. Zo simpel, maar echt heerlijk. Oké, wij gaan slapen. We hebben dus Mr. Bean gekeken. Dat vind ik dus best wel grappig. Want ik heb dus eigenlijk niet echt... Heel veel dingen vind ik niet grappig. Maar Mr. Bean wel. Gisteren hadden we trouwens The Last Breath gekeken. Een documentaire die ik eigenlijk niet zo leuk vond. Tot bijna op het einde. Want ineens is hij ineens wel leuk. Doordat je het einde, zeg maar, weet. En we hadden ook die film met Lady Gaga gekeken. Hoe heet die nou? A Star is Born. En die is heel erg goed. Dus we hebben eigenlijk een heel chill weekendje gehad. En nu gaan we lekker slapen. Het is 5:05. Wat een pittige dag. Ik vind het serieus best wel heel erg leuk. Wat ik allemaal moet doen. Ik heb echt bizar veel dingen moeten doen. Gesprekken. Dingen, maar ook mijn to-do-list is zo lang. Maar ik vind het dus echt allemaal best wel leuk wat erop staat eigenlijk. Ik vind het heel leuk. Alleen het is gewoon niet te doen. Ik heb dit bijna nooit. Werkdruk is echt extreem op dit moment. Hadi kwam naast werk weer naar mij toe. Die is nu zelfs al in mijn huis. Ik ben natuurlijk niet eens in mijn huis, omdat ik geen sleutel. Dus ik moet nu snel naar huis. Maar nou, ik zal morgen even vertellen wat ik allemaal moest doen vandaag. Maar het is extreem. Ik heb wel nog 10 miljoen dingen te doen. Het is niet normaal. Maar ja, wel een hele erge uitdaging en dat vind ik gewoon heel erg leuk. Maar even overwerken. Poeh. Wij zijn aan het kochen. Dit zijn dus die vegaburgers. Ik weet niet of ik ze had laten zien. En
garnalen uit de vriezer. Die doen we weer in spring rolls, net als gisteren. En een paar dagen geleden had ik dat ook al. En dan ga ik een hamburger doen. Dit had ik dus al gekocht. Maar dit is natuurlijk ook van de koe. Maar ik ga het niet weggooien. Ik ga het een beetje lekker maken met een beetje hummus tomaatjes, denk ik. En dan hebben we het op deze bollen. Die zag ik bij de appie. Even in de oven. En dit zijn dus de spring roll vellen die ik altijd gebruik. En dit is ideaal. Dit is nog van gisteren. Tagé, kant-en-klaar. Spitskool kant-en-klaar. Julienne kant-en-klaar. Van avocado snijden en that's it. Maar hij doet echt... Ik doe 4 keer meer dan dit erin. Heb jij ook komkommer? Ja, dat is echt heel weinig, hè? Dit ziet er super lekker uit. Ik ben zo benieuwd. Jammee. Het is bijna 6:30 en ik kom net thuis op de fiets. Je ziet het altijd zo erg weer aan me dat ik weer aan het werk ben. Wauw, het is zo druk, maar nogmaals heel erg leuk. Ja, ik heb echt geen tijd om dingen te filmen. Het is gewoon echt te druk. Het is te druk. Nu ga ik spring rolls eten van gisteren. Die we over hadden. Met garnalen. 5 spring rolls. Lekker, hoef ik niet te koken. Ik vind dat chill. De dag erna is het velletje wat harder. Wat minder plakkerig. Vind ik wel lekker. Dit is mijn dinner. Ik ga het even iets mooier neerleggen. Goedemorgen. Ik heb een nieuwe blouse aan van Zara. Ik ben nu helemaal wakker. Vandaag was het even wennen om weer alleen op te staan. En ik zie dat mijn batterij leeg is. Leuk. Wou ik juist een keer wat vloggen. Oh, ik zie ook dat ik te veel bruin poeder op mijn gezicht heb. Ik ga even mijn bord klaarzetten. Dit was het bord van gisteren. Het is 5:00. Ik heb net een gesprek gehad met de logopedist en de vader en moeder van een jongen in de klas met dyslexie. Ik heb nog nooit groep 5 gehad. Ik heb alleen nog maar dyslexieverklaringen aangevraagd en vermoedens voor dyslexie gehad. Maar nog nooit echt meegemaakt dat iemand in mijn klas dyslexie had. Dus even afgestemd en ik ga even met IB overleggen welke aanpassingen bla bla. Dus dat heb ik net gehad. En dat heb ik hier op mijn laptop gedaan via beeldbellen. Ik was verder heel erg bezig met werkbladen. Downloaden. Wat had ik nog meer? Nou ja, ik weet het allemaal niet echt meer, joh. Verder ben ik heel erg bezig, ook omdat het internet niet altijd even goed doet. Mappen maken waar werkbladen in zitten. En mappen met toetsen nakijken. Ook omdat ik op vrijdag met een collega werk en onderwijsassistent heb. Wil ik alles nog ordender hebben, zodat ze ook alles goed kunnen vinden. Dus hier was ik bezig wat werkbladen te kopiëren. Boekjes te maken, zodat ik dat allemaal paraat heb. Kinderen, extra uitdaging. Dat soort dingen. Hallo jongens, ik heb eindelijk een oplader gevonden. Ik heb dus een oplader bij haar laten liggen. Dus ik moest helemaal ver op zoek naar een snoertje. Ik ben lekker gaar van deze werkweek. Dat kan je ook al zien, ik ben ook ongesteld. Mijn huid is super slecht en zo. Ik ga even lekker mijn nagels laten doen nu. Ik heb allemaal dingen geregeld vandaag overdag. Het is nu koopavond daar, dus naar mijn nagels laten doen, naar de Action, boodschappen doen, nieuwe haarverf verkopen, zodat ik even het weer hoger blond kan maken. En dat soort dingen. En ik heb vandaag van 11 tot 11 geslapen. Zo moe was ik na deze week. Dat is leuk, ik had even wat pakketjes weggebracht voor mama en toen lag er een pakketje voor mij, dat ik niet wist. Mensen kijken naar me, dat vind ik awkward. Ik doe het even zo. Oh, voor Halloween. Oh my god, vanilla pumpkin body butter. En vanilla pumpkin shower gel en handcreme. Heel chill. Even snel ruiken. Even opschieten. Oh ja, dit vind ik echt super. Ik wou zeggen ziek, maar ik moet ophouden met dit ziek te zeggen. Super lekker vind ik dit. Heel blij mee. En nu nagels doen. Ik had dus rood, wat ik nooit heb, maar het moet echt vervangen worden. Ik ga weer lekker voor een roze kleurtje en ik ga voor een amandelvorm, denk ik. Vet erg balen. Stukje af, ik kom er net uit, maar ze zijn nu dicht. Dan moet ik helemaal terug, dat is best wel balen. Ik ben bij de Action geweest, dus ik heb boodschappen gedaan. Haarverf gehaald, maar het is echt al bijna 8:30. Ik ben zo traag. En deze druiven zijn zo lekker. Van de week had ik trouwens deze bij de Hema gekocht voor 10 euro in de actie. Ik heb ook echt serieus al 3 dagen de doos laten liggen, zodat jullie het nog konden zien, omdat mijn camera leeg was. Ik vond hem wel heel leuk. Met dit zo. En dan nog een ander deel, die je er zo leuk zo bij kan zetten. Dat vind ik echt super tol. Dus daar was ik blij mee. Het ziet er ook wel heel leuk uit. De verpakking. Ik ben een matcha latte aan het maken van
dit, wat ik heb gekocht bij de Appie. Het is niet 100% matcha, want er zit ook... wat zat er nou in? Er staat glutenvrije mix van maïs, rijst en gierst. En acacia gum en matcha. Maar geen suiker, en daar gaat het om. Als er verder nog wat door zit, vind ik niet zo erg. Het smaakt wel echt naar een echte matcha latte. Met rijstmelk. Van Dream of zo. Deze was in de bonus. Rice Dream. Ik moet het echt een keer schoonmaken. Ik heb ook deze twee nog gekocht. Bij Deen Oat Based en Coconut Based. Lekkere blauwe bessen. Van deze ben ik dus echt helemaal fan. Deze vind ik dus ook heel erg chill. Allemaal geen soja. En deze druiven zijn fantastisch. Lekker avocado's. Ja. Lekker hoor. Lekker, ik zal het erbij schijnen. Spaghetti, witte spaghetti met vegan pesto en basilicum. In mijn nieuwe bakje van de Action. Volgens mij was die 3 euro. Yummy! En het is 10 over 10. Oeps. Goedemorgen, ik heb een beetje kort geslapen. Want ik ging best wel laat naar bed, omdat ik natuurlijk gisteren heel laat opstond. Toen dacht ik kan uitslapen, maar ik ben echt al heel lang wakker. Ik ga mijn haar verven. Weer, want het is 1,5 maand geleden. En ik vind het helemaal niet zo heel blond. En van boven wil ik het een beetje gaan doen. Highlighten en zo. Dus weer met dit setje. Here we go. On this rollercoaster life we know. I will travel over the world to see. Cause I know you're here with me. Lastig hoor. Ik vind het veel lastiger. Zeg maar... Eerst was het vanaf onder beginnen en naar boven te werken. Nu moet ik juist de bovenkant gaan doen. Dat vind ik echt super lastig. Maar ik ga gewoon niet van nadenken. Gewoon beginnen. Ik ben echt blij dat ik dit weer heb. Want dit is zo chill voor na het wassen. Nu is mijn haar dus zo. Verschrikkelijk. Ik heb het helemaal verpest. Het wordt natuurlijk helemaal oranje. Dat was ik eigenlijk een beetje vergeten. Dus ik heb het veel te hoog aangezet. Ik word weer helemaal oranje blond en dan hieronder cool blond. Echt oh, heel dom. Ik heb het koud, want ik heb nog steeds geen verwarming in mijn huis. Woensdag komt de monteur. En ik ga nu matcha latte maken. Er zooitje hier net. Mijn ontbijt was witbrood met vegetarische slagerfilet. En mijn lunch was met vegan chocopasta. Ik eet het witbrood om mijn darmen dus rust te geven. H is daar dus mee gekomen en het werkt echt. En nu ga ik dus matcha maken met rijstmilk van Rice Dream, dat merk. Bizar. En het is 2:15. Ik had een espresso, want ze hadden geen plantaardige melk. Hey. Ik heb dit van vorig jaar kerst, maar dat vindt ze echt geweldig. En een kaartje. Oma, is cadeautjes aan het uitpakken. De ui eraf halen. Als het goed is, kan mijn buik hier tegen. En ze hebben een tonijnsalade met verse tonijn. Ja? Super lekker. De Maaike die koopt dus echt heel veel via tweedehands kleding apps. Ze wil niet op het beeld, omdat ze denkt dat ze er niet uitziet. Maar dit zijn dus van die Isabel Marant. Hoe noem je dit ook weer? Wedge heel? Nee? Wedges. Wedges? Voor 50 euro, wat kost het normaal? 200? Nee, meer. 400. 400. Is dit niet, toch? Nee, dit is van Zara. Dit ook, van United Wardrobe? Dit is ook van United Wardrobe, ja. En wat wil je nu kopen? Is het ook van United? Nee. Oh. Burberry Trenchcoat. Kijken. Dat vind ik best wel leuk. Ik doe dit dus nooit. Oh, dat lijkt me net zo gesponsord wordt. Dit kan ik niet betalen als het nieuw is. Wat kost het nu dan? 225. Oh. Maar wel heel leuk. Ja, maar ik weet niet waarom. Altijd maar aan het knuffelen. Hallo, ik wilde eerst niet naar de verjaardag gaan, want ik werd wakker. Ik dacht, ik moet zoveel doen, ik ben zo kapot en ik wil helemaal niet, maar ik ben wel gegaan. En
drie uurtjes. Net Susanna naar de bus gebracht hier in Muiden. En ik ga nu even naar Maxis. Ik ga nog een pakje haarverf kopen. En mijn nichtje, Meike, is altijd best wel kritisch, die ik net filmde. Dus als mijn haar er niet uitziet, zou zij het zeg maar echt zeggen. En zij zei dat ze niks raars zag. Dus ik twijfel of ik het nu weer ga doen. Maar ik heb het een klein beetje gecamoufleerd met een uitgroeispray van L'Oreal die ik nog had liggen. Een bruine spray, waardoor je niet zo heel erg die strepen ziet. Dus dat is ook wel fijn. Als ik er nog een pakje in doe, ja, dan wordt het wel lichter. Dan word ik alleen misschien wel heel blond. Alleen nu is het een beetje oranje. Dus even kijken. Maar ik moet ook even wat boodschappen doen. We hebben net lekker in het zonnetje gezeten. Dat is wel lekker. En dan heb ik weer een keer huishoudelijke hulp gehad. Toen ik vanochtend wegging, kwamen die in mijn huis in. Dus ik kom ik thuis, is mijn huis netjes. Ik had ook een beetje opgeruimd. Ik moet alleen boven nog heel veel kleding opruimen en opvouwen. Dat geeft ook lekker rust in mijn hoofd. En dan ga ik weekvlog editen. Gisteren was ik trouwens even bij H. Hij komt misschien vanavond nog naar mij, maar dat weet ik niet. Nou, ik ga even sowieso een pakje verf halen. Maar ik heb ook echt geen zin om weer te verven. Want ja, straks wordt het echt nog slechter. Maar oh, je ziet zo erg. Ik moet nog even goed laten zien. Je ziet hier helemaal vlekken, joh. Ik heb gewoon die bleker eigenlijk gewoon opgegooid. Echt niet goed. Ik moet eigenlijk gewoon vragen of iemand anders het voor me wil doen. Want als je gewoon even losse plukjes pakt, is het zoveel mooier. Maar in je eentje is dat zo moeilijk om te doen. Oké, je ziet echt dat mijn haar die verkeerde kleur heeft, hoor. Ik ben super bleek. Misschien komt Ha vanavond, ik hoop het. Want dan, hij is ook heel moe, dan kunnen we lekker... Oh, mijn vriezer staat open. Nee. Samen vroeg naar bed. Uh-oh. Heel lekker om samen vroeg naar bed te gaan. Hallo. Kom maar. Ik heb een mascara lopen pulken. Daarom zit mijn trui nu zo. Vet stom. Ziek verslaafd. Ik ga mijn haar verven. Heb ik besloten. Ik heb mijn handdoek ook helemaal verpest en helemaal gebleekt. Echt zo dom gisteren. Maar het is zo oranje. Ik moet gewoon nog een keer doen, want ik weet dat het dan gewoon blonder wordt. Ik moet eigenlijk nu een video bewerken. Maar ik moet het even doen. Ja, ik moet het gewoon even doen. Ik heb er geen zin in. Ik zag net die beelden terug. Het ziet er gewoon niet uit, joh. Ik weet dat iedereen zegt dat het slecht voor je haar is om het te borstelen. Maar daardoor is het volgens mij de vorige keer mooi geworden. Daardoor krijg je tenminste die mooie streepjes en geen vlek. Als ik het gisteren had geborsteld, was het veel beter geworden. Als het erop schaadt, daar heb ik gelukkig gewoon niet zoveel last van. Dus doe het lekker weer op deze manier. Nu gaat het dus heel blond worden. Dat is niet per se mijn bedoeling, maar prima. Ik ben nog net op tijd, want het begint al een beetje donker te worden. Als het echt blond is, kan ik altijd nog Maria Nila masker in cacao in mijn haar doen. Maar ik denk dat het gewoon alleen maar beter wordt hoor, hierdoor. Dan ben ik ineens super blond. Dan gaat het echt wel opvallen op mijn werk morgen. Want dit haar was volgens mij niemand opgevallen. Zelfs kinderen van vorig jaar hadden het niet gezien. De kinderen zien het altijd heel snel. Het enige nadeel van je haar twee keer achter elkaar ook kleuren, behalve dat het slecht voor je haar is. Dat daardoor zeg maar het uitstellen van wasbeurten wat ik bereikt heb, is helemaal weg. Dat ik na in vakantie had ik dat ook. Ik kon mijn haar op een gegeven moment om de 5 dagen wassen en toen maar weer om de 1-2 dagen. Zo jammer. Volgens mij gaat het best goed aan de achterkant hoor. Vorige keer was de achterkant heel goed gelukt. Nou, ik... Zie jullie later. Net als bij de Starbucks. Matcha latte. Het is best wel donker binnen, dus ik kan echt totaal niet zien wat er gebeurt met mijn haar. Maar volgens mij word ik echt super blond. Ik haal eigenlijk wel heel veel uitgroei over, wat normale mensen juist weg willen hebben. Maar als ik dat nu ga doen, wordt dat oranje. De bovenkant is gewoon zo lelijk als je daarnaar kijkt. Dan raak je gewoon echt gechoqueerd. Ja, ik weet niet hoe ik dit mooier zou kunnen doen. Of ik dan helemaal vanaf de aanzet. Ja, ik wil helemaal niet zo blond. Dus ik word sowieso al veel blonder dan ik eigenlijk wil. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat worden. Het kan gewoon niet erger worden. Want het wordt alleen maar lichter. Zolang het niet oranje is, ja, is het blond. Maar blond is niet lelijk. Wel heftig, maar niet lelijk. Dit was dus niet de bedoeling. Het is heel erg. Ik moet morgen werken. De aanzet is super blond. Hier heb ik helemaal geen bruin overgehouden. Helemaal blond vanaf de aanzet. Oh my god. Ik baal een beetje. Morgen gewoon heel veel bruine spray erin gaan spuiten. En het is echt heel erg. Dat heb ik gedaan. Ik snap gewoon niet waarom ik dit heb gedaan. Ik ga slapen. Goedemorgen. Gelukkig heb ik die bruine haarspray. Nu is het eigenlijk wel oké, maar ik blijf het wel minder leuk vinden. Ik ben dus 1,5 kilo aangekomen. Maar echt aangekomen. En dat zie ik dus ook in mijn gezicht. Dat heb ik heel lang niet gehad. Dus ik ben zo benieuwd. Komt dat door het witte brood? Door de druiven? Ik weet dat je van druiven echt wel aan kan komen, maar dat is... Ja.
Het is niet dat ik die eet naast wat ik al at, weet je. Ik eet dan gewoon iets anders niet. Dus ik weet het niet. Maar ik ga nu een bakje maken met fruit, dit, dit en dit. Mijn brood smeer ik niet thuis, maar ik neem gewoon mee wat ik op mijn brood wil. Dus als ik het thuis wil smeren, dan ga ik het opeten omdat ik het heb. Dus dan eet ik of kipfilet, of deze van de vegetarische slager, of chocopasta. Maar misschien word ik daar ook wel dik van, hoor. Super lekker. Hallo. Vandaag had ik echt weer een super goede dag. Ik ben echt heel erg blij eigenlijk met dit schooljaar, hoe alles gaat. Heel fijn ook de klas. Het gaat gewoon echt super goed. Ik had net een MDO, heel goed MDO. En nu is het bijna 16:30 en ga ik gewoon een keertje op tijd naar huis. En H die komt straks. Die is om 17:00 klaar met werken, dus die is dan 18:00 bij mij. En gaan we lekker barbecue en chillen. Volgens mij valt mijn haar niet heel erg op. Ik heb alleen echt een beetje een bol koffie en dat komt denk ik echt door het witte brood eten. Ik ben ook 1,5 kilo aangekomen. Dat zie ik meteen zo erg aan mezelf. Bizar. Maar goed. Goeiedag. Ik heb mijn bord net klaargezet en ik ga nu gewoon lekker naar huis. Ik wil niet dat het weer zo laat wordt. Dit is morgen. Het is maandagavond. 10:50. En wij gaan weer BBQ'en. Met dus kip, een vegaburger en een visje. Die ligt hier. Die stinkt heel erg. Ik ga even de vuilnis weggooien. En ik heb een salade. Zo lekker. Barbecue is echt mijn lievelings. Ik vind gewoon alle. Ik vind het alleen heel lekker al omdat je dus zonder olie kookt. Dit is wel gemarineerd, maar zo'n visje op de barbecue leggen, nou. Dat hadden we nou eigenlijk nog nooit eerder gedaan. Ik heb het nog niet geproefd, maar dat doet me dan echt denken aan Griekenland. Ik heb dus trouwens ontdekt, jongens, dat ik ook niet goed tegen alcohol en rode wijn en zo kan qua buik. Maar op dit moment heb ik zoveel buikpijn. Eigenlijk sinds ik zaterdag bij haar heb gegeten. Pasta met kip. Geen idee hoe het kan. Kreeg ik zoveel buikpijn. En dat is eigenlijk niet echt weggegaan. Nu heb ik toch al zoveel buikpijn. En ik had deze fles bij de Denen gekocht. Ik vond hem super mooi. En dat was van 6 voor 3. Dus echt, hij was al niet duur. Merlot is echt mijn favoriete wijn. Ik ben hier heel erg benieuwd naar. Uit Zuid-Frankrijk. Ziet er super mooi uit. Ik weet niet, ik was helemaal verbaasd dat ik bijna denk, was hij wel zo goedkoop? Want nu, we gaan hem proeven. Lekker, hij zei, er hoort echt een wijntje bij. En ik dacht dat ik dus geen wijn meer had, omdat ik het niet meer koop. Omdat ik er dus niet goed tegen kan. Maar ik had er dus nog wel een. Dit is de vegaburger. Ik ga hem zonder broodje eten, anders vind ik het te veel. En dit heeft hij. Ik ben echt zo benieuwd. Lekker bezig. Als dat valt, hè? Dat is echt een nestie. Oh nee. Kan dat wel, barbecue? Oh, ik vind hem lekker. Oh, nou, deze is best wel fruitig. Hij is niet zwaar, maar ik vind hem wel lekker. Ik ben heel benieuwd wat jij vindt. Niet dat nare sterke wat een wijn soms aan het einde heeft. Dat vind ik chill. Want de laatste tijd staat dat me een beetje tegen in rode wijn. Dat je, weet je wel, dat je denkt lekker en dan op het einde zo hele sterke nadronk of zo. Deze is dus niet van soja en niet van bonen. Maar van... weet ik niet meer. Hallo, het is alweer 17:30 en mijn dag zit erop. Oh, het is zo erg hoe weinig ik vlog in de klas. Ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik moet vloggen. Over mijn haar twijfel ik of ik het nog een keer moet gaan bleken. Dat het echt lichter wordt. Of het eerst met zilvershampoo moet gaan proberen, want het is natuurlijk ook gewoon een hele warme tint. Verder ben ik gewoon heel erg bezig nog eens met werkbladen en zo kopiëren. Maar dat heb ik allemaal al laten zien. Ja, ik ben dus echt fan van Junior Einstein. Dan mag je 2 bladen per dag. Vind ik gewoon super leuk. En morgen weer nieuwsbegrip. Vandaag was mijn onderwijsassistent en dat is dus echt top. Ze zit gewoon de hele dag bij mij. Dus ze denkt ook nu heel erg mee in de klas. En continu met kinderen gewerkt, dictées nagekregen. Heerlijk, want hoef ik alleen maar in de schriftjes te kijken. Want ik wil natuurlijk wel zelf zien wat ze hebben gedaan. Maar ze voert het in. Nou, ik heb het waarschijnlijk tot de kerst, maar ik ga het echt missen. Wat een luxe. Dat is wel. Ik bedoel, ik heb nu een super mooi digibord. Ik heb een onderwijsassistent. En denk ik, daar ga je wel aan wennen. En als dat op een gegeven moment er niet meer is, is dat wel weer balen. Maar goed. Nou, hier liggen alle schriftjes. Ze hebben echt veel. Ze heeft bijvoorbeeld ook deze boekjes voor me gekopieerd. Want we gaan met een nieuwe methode werken. Dus we hadden geen nieuwe besteld. Maar willen hier nu nog wel in werken. Dus, nou ja, dat is gewoon allemaal zo chill. En, ja, wat moet ik verder vertellen? Het gaat super goed. Ik ben echt niet moe door mijn klas. Ik weet niet of ik het al verteld heb. Maar gewoon door het werk zelf. Dat je gewoon heel veel te doen hebt. En dat het gewoon druk is. En je maakt lange dagen. Maar van de klas word ik gewoon niet moe. Echt, dat is... Daar ben ik wel heel erg blij mee. Heel fijn. Ik ben elke dag tevreden over hoe het is gegaan. Serieus. Ik hoef niet boos te worden. Nou, zo lekker. Echt top.
Ik ben blij dat ik met de auto ben. Ik wil eigenlijk fietsen vanochtend, maar ik red het niet. Want de haar was er dus. En ja, ik moet zo trouwens even met Albert Heijn boodschappen gaan doen. Want ik had een bestelling geplaatst voor morgen. Maar nog niet echt goed gekeken wat ik besteld had. Dus ik moet nog even dingen gaan toevoegen en zo. Vanavond eet ik gewoon een stoommaaltijd. En het regent weer. En misschien ga ik mijn haar verven. Nee, ik ga denk ik straks, want het is alweer vettig helaas. Super snel. Ga ik even denk ik zilver shampoo erin doen. Dat staat vanavond op de planning. En ik denk dat ik mijn laptop hier laat. Omdat ik het lekker vind. Nee, ik neem hem wel mee naar huis. Gisteren had ik hem niet meegenomen, zodat ik gewoon niet kon werken thuis. Dat was best wel chill. Oké. Oké. Het zit erin hoor. Ik heb er spijt van. Koude licht. Kun je beter doen. Droog haar. Ja. Deze. Spijt van wat je gedaan hebt. More Extreme Silver. Oh, staat ook echt na de blondeerbehandeling ruime hoeveelheid aanbrengen. De hoofdhuid zo min mogelijk. Heb ik wel gedaan. 5 tot 10 minuten. En ik heb het nu dus op droog haar. Niet te zweem gaan, natuurlijk. Gedaan. Heel benieuwd. Ik heb het bijna niet op de uiteindes gedaan, want anders worden die echt grijs. En dat wil ik eigenlijk niet. Kinderen. Misschien moet ik even zorgen dat het hier helemaal niet in zit, want ik wil dit echt niet grijs hebben. Dit was juist mooi. Dus ik ga dat er even uithalen. Ik ga ook even naar boven, want dit is allemaal niet zo handig. Dan ga ik de vlog hier weer afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Even je duimpje omhoog als je hem leuk vond. En vergeet me niet te volgen op mijn Instagram. En dan zie ik je volgende week bij een nieuwe vlog. Doei!